Op sommige plaatsen in Brabant dook de temperatuur vannacht onder de min 10 graden. Met name in de Peel was het koud. Het betekent weer een drukke tijd voor de monteurs van de ANWB. Onze verslaggever Albert Bos is vandaag op pad met een van die monteurs. Ja, Albert, jij staat nu bij de ANWB in Tilburg. Hoe druk is het daar vanmorgen? Het is heel druk, Rogier. De eerste auto's zijn al onderweg en dat is ook niet zo heel erg gek. Want als we even kijken, maandag kwam die kou Nederland binnen. Toen zagen we dat er normaal 3500 pechgevallen bij de ANWB zijn. Daar kwamen er 2000 bij door die kou. Dinsdag zelfs 2500. En gisteren stond de teller in totaal op 7500. Dus 4000 extra pechgevallen door die kou. Nou, de ANWB heeft meteen 25% extra personeel ingezet. En dat betekent ongeveer 500 wegenwachters die nu onderweg zijn. Ja. Heel veel pechgevallen dus. Wat komt er nu het meest voor? Ja, we kunnen dat meteen beter vragen aan de echte kenner. Wouter de Graaf is van de ANWB. Die is op dit moment mijn accu aan het testen. Is die goed? Zit hij niet zo best uit, eerlijk gezegd. Even serieus, echt niet? Nee, hij heeft maar 60% van zijn capaciteit. Dus na een paar koude nachtjes kun je in de problemen komen. Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee. Is dat nou ook het meest voorkomende probleem? Ja, accu staat nog steeds op nummer 1. Daarnaast het koelsysteem wat kan bevriezen. Dus kijken of er genoeg antivriezen zit. Ruitwissers kunnen vastplakken. Dus even controleren voordat je ze aanzet. Sloten natuurlijk, winters, ook een probleem. Op tijd inspuiten helpt. Of eventueel even met de föhn de sleutel verwarmen. Zijn de deurrubbers bevroren? Kun je ook even de deur dichtdrukken, zodat het ijs breekt. Dan trek je de rubbers niet stuk. Nou, lijkt mij hartstikke slim. Oh, nog één. En als laatste, niet op de handremswinders. Nee. Beter is de versnelling. En gaat het dan toch mis? Dikke jas in de auto of slaapzak. Blijf je lekker warm tijdens het wachten. En de ANWB bellen natuurlijk. Wij gaan met deze meneer op stap en we gaan naar de eerste pechgevallen toe, Rogier. Ja, Albert. En ik hoop dat je vanavond ook thuis kunt komen in ieder geval. Succes en we spreken jou later weer.